Hey dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video van KB Crafts. Vandaag is er een leuke video. En voordat we in de video gaan wil ik even zeggen, klik die bel, klik die like button en abonneer alsjeblieft. Het zal ons erg veel helpen. En ja, op naar de video. Banen, je hebt een mooi kompasje. Dat is waar. Dat nu naar mij Ik wijst. Heb jullie getrekt. Ja, overal waar Kian loopt. Helemaal niet eigenlijk, maar oké. Maar ja, ik heb er trekken. Nee, okay, maar als... Jawel, want kijk, nu volgens je meer. Nu wel. Ik ben weggetrokken. Oké, wij gaan ondertussen even... Oh. Allee, ik ga het ondertussen even 2 minuten opzetten. Start, oké. Okay. Ja, ik ga hier gewoon even wachten. Ja, nu moet jij gewoon blijven wachten terwijl ik mijn dingetje ga doen. Ja, ik denk dat ik een beetje bushes ga slaan als je het niet erg vindt. Ja, nee, maar niet. Zolang ik maar niks meeneem, dat is goed. Dan. Ik zal nog niks anders slaan dan bushes. Ik zet even een stick. Huts. Jongens, ik denk dat het slim is als... Ja, oké, wacht. Ik denk dat het eerder slim is om... Zou het slim zijn om Kian direct te killen? Of zou het slim zijn om zelf ook naar de end te gaan en hem gewoon daar op te wachten? Ik zou geen enkel idee hebben wat het beste is voor hem. Oh nee, oké. Okay. Jongens, nog 40 seconden. En dan... Oh. Ja, ja, nog 40 seconden. Ik choke hem. Zo. Ja, ik had het daarnet ook even. Toen dat jij... kwam jij en toen had ik je gekild. Mensen, ik heb een plan. Ik heb een heel goed plan. Ja, ik heb het. Oké. Daar. Nee, ik weet het dus niet. Nog 10 seconden! Ah, ik wil deze boom nog niet slaan. Ik wil zo graag deze boom slaan, maar ik kan deze boom gewoon niet slaan. Waarom kan ik dit niet slaan? Omdat ik nog niet kan, mag spelen. 3, 2, 1. Ja, ik kom. Kom maar. Oké. Okay. Zien we hem al? Ik denk het niet. Ik ben benieuwd wat zijn strategie gaat zijn. Oké, okay, hij gaat gewoon fully direct voor dat. Oké. Okay. Wij moeten even aan door doen. Hier nog. Ja, dat mijn tactiek ook een beetje is zo snel mogelijk op, omhoog gaan qua gear en dan u gewoon komen ja, halen. Mensen, sorry, maar het is een beetje donker. Voor jullie is het wel speciaal als je dit doet. Oké, okay, ze is terug weg. Oké, okay. De iron is nu een beetje... Het ding is, dus we gaan even dit al fixen, dan voel ik me iets veiliger. Oké, okay, ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk ga doen. Ik denk dat ik gewoon ga vertrekken en... Die kant. Oké, okay, ik denk dat Kian in deze ravine zit, maar ik weet het niet. Ik moet gewoon gaan zijn richting. Oké, okay, dat is dus die kant. Oké, okay, blijf die kant zijn. Kian! Kom eens hier! Sorry mensen, maar ik ga dat niet doen. Ik hoor aan blokken plaatsen en breken en... Zou die mij komen pakken gewoon of... Om gewoon al mijn stuff te hebben. Ik zou nu eerder denken van hij moet rennen, hij is sterker. Ja, dat denk ik ook. Ik zou weggaan van mij als die was. Ik ga rennen, want ik vind het eerlijk gezegd een beetje eng. Oké. Ja man, ik moet niet even, want jij zit daar. Boys, jullie weten wat ik ga doen hè. Ja. Dus ja. Sosa. En dan... Hups, en dan gaan wij... Yes. Oh, ja! Lekker, ik moet die even hebben. Even. Oh oh, ik heb ook een probleem.
met een heel grote bal. Wat zouden we doen? Ik denk dat ik het beste voor ga. Ja, ik ga het kom op. Oh my god. Ik ben letterlijk een paard. Oh my, dit is heel eng. Oké, wij moeten even dit fixen, want wij doen een beetje goed. Oké, boys, we hebben deze al. We hebben wel één. Ja, hij heeft al een enderpearl, sowieso. Ja, man. Oeh, ik moet eerlijk gezegd wel een ding gewoon doen. Iets handiger. Monster Hunter. Oké. Boys, we gaan deze richting op. Boys, jullie weten wat we gaan doen. It's boat time! Hey, hier zijn slimes. Dat is dit is al een stuk beter. Dat was best wel slim. Jongens, dit was een slimme suicide. Ja? Het is nog slim. Maar wat is het? Oh, wat? Oké, zei ik je niet tegen. Oeh. Fire aspect vraagtje, waarom niet? Kunnen we deze afmaken? Nee. Oh ja. We gaan. Oeh, ik heb een beetje Dead Iron, Red Iron. Oké, hier zijn de. Kut. Oh. Dit hebben we gelijk nodig gehad. Dit is perfect wat we nodig hebben. Gelukkig biome. Dit is een van mijn lievelingsbiomes trouwens, want hier zijn echt gewoon echt heel veel. Hopelijk dit keer ook. I'm thinking we have problem, Justin. Ja. Oké, hier is Kian sowieso. Kian zit zo ver van mij vandaan. Ja, ik weet niet wat het was, maar. Wacht, wat? Oh, daar komen we vandaan. Word. Hup. Kian moet eigenlijk naar de nether en shit en gold gaan fixen. Dus voordat hij daar heeft hij ben ik er hoogstwaarschijnlijk wel, dus. Ja, maar mijn als hij eenmaal in de nether is, wordt het tracken. Wordt het wat? Wordt het tracken van hem veel moeilijker. Oké, ik hoop dat ik nog wel houd. Nee, want die kompas werkt in de dingen. In de nether. Dus je hebt ja, maar. Het probleem is, als ik in de overworld ben, dan weet ik toch niet waar jij zit met dat kompas of wel. Of point je dan gewoon naar de port? Dan wees die serieus gewoon de portal, ja. Is er? Yes, dat is er. Kunnen wij even dingen maken? Wat is dat voor deel hier? We zitten in het desert. Wat? In een desert. Ik ben er niet tegengekomen, maar oké. Okay. Leugenaar. Hoezo? Ja, je zit het desert wel al tegengekomen. Hoezo? Omdat mijn kompas in het desert is en ik denk dat de desert best wel groot is. Nee, ik ga nog niet naar de gang, ik ga eerst nog moeten voorbereiden. Ik ben helemaal niet stil. Ik ben me gewoon even aan concentreren. Ik weet totaal niet waar ik ben. Mijn oriëntatie is gewoon zero. En als ik nu dood zou gaan, dan heb ik een probleem. Met een anderhalf hartje heb ik dan ook nog eens een probleem. Ja, yeah, this is not gonna be so really nice. Ik heb geen. Als je niet in het desert zit geweest, hè, Kian? Wel slim om dan een crafting table achter te laten. Mike, niet? Leuk ravijn naar beneden.
Ik ben niet zo hacked en scared, dus ik ga zo dat ik moet rennen. Hij gaat mee gewoon, ik moet nu rennen van hem, hè, dus surf. Oh man. Ik wist dat dit ging mis. Oh my god, ik dacht even dat jij dat was, maar dat is gewoon niet zo goed gespeeld. Ik moet even wegwezen, want het is niet zo fijn. Dat zeg ik hetzelfde. Oké mensen, hij is dus daar naartoe gegaan, dus ga ik gewoon even rustig deze richting op. Dit is heel handig voor mijn nerf trouwens. Ja. Want dat gaat waarschijnlijk al werken. Allee, dat hoef ik toch niet uit. Op zich weer. Grap! Nee! Serieus! Wat? Hey, banen! Zit je serieus of zo? Kom eens hier. Ja, ik ga je gewoon moeten doodmaken. Oh, dat lijkt echt. Mocht niet dus. Bro, hij zit er echt achter mij. Ik ga zo dood gaan. Oh oh, banen. Ik ga erin. Dat gaat niet. Oh yo. Ik ga mijn oude pop pakken, man. Maar die links is ook van. Oh, iron. Ja, bro, dit gaat mij nooit meer lukken, besef. Ik moet speed ook even kijken hoe ik dat doe, zo'n kalfje aan de man. Ik kan even samenbinden, ook niet goed voor mijn kleven. Heb ik geen apps mee? Nee. Maar dat ik niet echt voor mij. Ik heb ook al een pet. Oké. Oké, dat is beter. Dan heb ik ook al een lekker bed. Iron is gekocht. We hebben alles al nog verder in de kanaal van heel erg platform. Waar is die lava dan? Is die boven mij? Ik kan het eerst heel erg hier doen, hè? Maar je gaat even opleveren, vlog. Dan is het misschien wel maar. Oh, niet dat ik jou gepakt heb, dankjewel. Ja, die is er al niet meer, dus. Maar ja, wel. Moet dan. Dan ga ik nog even naar de post. Oh, yes, ik heb het gevonden, bro. Oh, maka. Een uitgetikken vraagteken. Into fire. Zet je into fire? Oh my, ik ben waarschijnlijk dood. Als ik dit overleef, dan vind ik het ook wel een bom. Oké, als ik één cactus aanraak, ben ik beloofd. Weet je wat, ik heb gewoon scheid eigenlijk. Oh, hij is in de nether. In de desert, dus hij is best wel dichtbij waar de nether wacht ligt. Het is alleen een hitte, die ding eigenlijk. Ik ben dood. Als ik dit overleef, dan ja. Heb je dan net ook al gezegd, toen overleefde je het, dus... Ik kan letterlijk, oké. Okay. Moet je misschien al naar dingen terug uit en naar gaan en dan kun je lekker. Dat is anders dan weer wat. Ik kan nu weer wachten. Ik kan nu gewoon beter wachten tot jij gewoon dood gaat door de nether of zo, ja. En wat niet te doen. Omdat ik er niks meer aan heb. Ik kan niet eens trekken, bro. Dan moet je dat ik doe. Dus jij kan hier niet trekken, dus wat wil je dat ik nu ga doen, hè? Jammer dat ik dood is gegaan, maar ja.
Noob. Niks te noob. Ik heb verder als jou gedaan. En ik heb je genoten van vandaag's video. Misschien gaan wij de volgende keer een speedrun met ons tweetjes doen. Dat niemand ons hunt. Gewoon speedrun. Ja. En misschien raken we dan wel heel ver. En verslaan we de ender terug. Yes. Dus ja. U weet niet meer. Zien jullie bij de volgende video weer terug. Later. Later.